Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag een dienstje in Rotterdam met Jamal op bezoek. En vertel eens, waar zijn we? Wat gaan we doen? Ja, we zijn in Rotterdam-West, in het mooie werkgebied Delfshaven. Ik ben zelf de jeugdagent hier in het werkgebied. Nou, we gaan contact maken met de jeugd hier, langs bij de jongere werkers. En kijken of er nog wat leuke meldingen vallen hier in het werkgebied. Ja. Hey, en wat is nu voor dit werkgebied? Het is echt een probleem, zeg maar, in de wijk, waar de politie heel druk mee zijn. Een stadje, zeg maar. Het valt ook onder district stad, waar ik vaak zelf te maken heb. Dus jeugdoverlast. Yeah. We hebben verschillende pleinen waar de jeugdigen hangen. We hebben jeugdigen die over heel het gebied rondlopen. Ja, daar leg ik dan contacten mee. En samen met de partners proberen te kijken om het overlast zo minimaal mogelijk voor hen te maken. Ik ben benieuwd. We zijn nu ook al op een locatie aangekomen, want we waren natuurlijk al even onderweg. Waar zijn we nu precies? We zijn nu in de wijk Hospolder, Tussendijken. Ja. En daar bevindt zich een pand van Jong Delfshaven. Dat is van de jongerenwerkers vanuit de JOZ. We werken vanuit de gemeente hier. Oh, zo. En dan gaan we even, even kijken wat voor bijzonderheden zij hebben van afgelopen week. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. We gaan even naar binnen en we gaan jullie meenemen naar de dienst. En we onderweg zullen straks nog wat meer vragen en antwoorden doen. En als we ze tegenkomen. Ja. Ik moest even aan binnen, maar dit is al heel... Hallo, ik ben Willem. Goeiedag. Ja, ja. We gaan naar de Jaap Valkhofplein. Ja. Dat zit in het mooie wijk Nieuwe Westen. En daar gaan we samen met JOZ de activiteiten die daar georganiseerd worden bijwonen. Nou, je zal straks wel zien in de video wat voor leuke dingen de jongerenwerkers hier in het werkgebied organiseren. Een bootcampie of zo, bootcamp, na bootcamp, wij kwamen bij aan het einde kwamen wij. Volgens mij moet je zich eerst even voorstellen. Ja, dus misschien is het kijken leuk, wie bent u en wie bent u? Kom hier, ik ben voor de Almeri, ik ben 22 jaar jong. mijn wijk is Oude Westen, jongerenwerker. Ik heb, in mijn vrije tijd maak ik muziek en ik heb het heel koud. Ja, het is heel koud? En ik moet even een auto lang doen, dat? Nee, ik ben Ilias, 32 jaar oud, jong. Samenwerking met verschillende partners. Onder andere de politie. Ondanks dat het koud is, super veel energie. Ja, want echt warm is het buiten niet. Maar we waren net inderdaad even bij zo'n bootcamp activiteit bezig kijken. Alleen ze naderen, ze waren net iets laat. We waren al klaar. Ze waren bezig met de cooling down of wat kleine oefeningen gedaan. En nu gaan we naar even instappen. Volgende locatie. Waar gaan we nu heen? We gaan naar de supermarkt Jumbo. Ja? Daar hebben we ook een ketenpartner. Dan gaan we even kijken hoe het met hem gaat en wat de stand van zaken zijn omtrent jeugd binnen de supermarkt en in de omgeving van de supermarkt. En dat heeft uiteindelijk erin geresulteerd. De wijkagenten waren allemaal op straat. We hebben best wel te maken met eigenlijk gewoon de harde kant van de maatschappij. En wat gebeurt dan als je eenmaal hier zit? Weet je? Dan grijze muren die komen op je af. Dus dan heb ik de Valentijnschool gevraagd: kom alsjeblieft kleur en dromen brengen. En dat hebben ze gedaan. Dus nou ja, ze hebben hun dromen en de regenboog erop gemaakt. En het is een fantastische ruimte geworden. Want soms heb je ook een moeder met een kind die dan aangehouden is. Ja, en dat dit geeft gewoon een hele andere dynamiek. Het snippet, ja. Dankjewel, Joost. Dankjewel. En bedankt. En thanks voor de info. Kom of niet? Zo, we hadden juist even een huisbezoek wat vanuit de jeugdagent rol gedaan wordt. Het ging om dit geval een jongen die eigenlijk alles netjes op de rit had, maar die zich toch een keer weer uit de bocht gevlogen is, om het zo maar even te noemen. Dus even gesprek aangaan met ook de ouders erbij van joh, hoe gaat het nu en zorg dat het ophoudt, want je bent zo lekker bezig. Goed gesprek gehad, was wel leuk om te zien. En nu gaan we weer verder. Nee, dit is belachelijk.
Ja, hoe zeker. Kunt u ons leiden voor een huisbezoekje jeugdige? Langs een jeugdige. Die is gecontroleerd op 25 januari op het Kruisplein. De social media kanalen begrepen dat ze daar zouden gaan rellen. Verder in de registratie kon ik niet zien wat in hoever deze jeugdige betrokken was. Dus ga ik even langs bij hem. Het is een bekende jeugdige hier in de wijk van mij. Mm-hmm. Dus ik ben daar ook van harte welkom. En dan ga ik kijken, oké, wat voor impact heeft het gemaakt? Dat hij is gecontroleerd. En... Maar hij is wel gecontroleerd. Hij is wel gecontroleerd. Alleen waarvoor die is gecontroleerd, dat kan ik niet uit het systeem halen. En dat wil ik weten. Nou, weet ik niet. Heb je het fout gedaan? We zitten inmiddels weer eventjes in het voertuig. En ook hier was het lastig om verder te filmen. Want we zijn natuurlijk in de woning geweest. In dit geval in gesprek gegaan met de ouders van een meneer. Die, zoals eerder al verteld, dus is gecontroleerd tijdens de ongeregeldheden die hier natuurlijk ook in Rotterdam hebben plaatsgevonden. En die meneer is gecontroleerd in de omgeving. En als jeugdagent zijn ze hier even langs geweest. En gesprek aan het gaan om te vragen, ja, wat is jouw kant van het verhaal? Het is mooi om te zien hoe op die manier het contact wordt onderhouden en dat er ook zeg maar, een stukje nazorg, als je het zo mag noemen, is als bijvoorbeeld jeugdigen op straat worden gecontroleerd door allerlei feiten of omstandigheden, dat ze op een laat tijdstip ook nog aan de deur komen met ouders en dergelijke in gesprek te gaan. Mooi te zien, maar we hebben inmiddels een paar van dat soort bezoekjes gehad. Maar inmiddels is het nu 19:30, zie ik inderdaad. Om 9:00 gaat de avondklok in, dat gaan we nog natuurlijk een stukje meemaken. En we zijn nu klaar met, als het zijn gaat om onze huis bezoeken en we gaan nog even de wijk in. Oh, als je was gevallen was dat al je straf, hè? Je mag ons even volgen. Ja, dan wacht iedereen voor het verkeerslicht. Alleen deze mevrouw kiest ervoor om toch te gaan rijden. Nou, als je dan een kijkje kunt gaan nemen met Waterlessendijk. Even naar de hoogte. Dan mag je stikjes aan hebben. Die zitten dan bij de portiek van de school. Zouden daar vaak zitten, zou ik gebloot en gestild worden. Hey. Je moet zijn Fanta nog vergeten. Deze drie kwamen uit Tilburg. Ja, nou, de rest komt uit Vlissingen en wat zullen we doen dan? We zitten inmiddels weer eventjes in het voertuig. We kregen namelijk een melding dat er een hoop jeugd hier, alhoewel als je nog over jeugd kunt spreken maar trouwens, richting de toren hier zouden gaan en die zouden mogelijk naar een illegaal feestje gaan. Er is eigenlijk wel veel bedrijvigheid en we hebben wat mensen gecontroleerd. Wat grappig, jij liet naar die leerstof. Hoeveel mensen stonden erin? Ik denk 15. 15, dus man. Op de coronamaatregelen was het natuurlijk al heel bijzonder. Alleen iedereen was ook een beetje zo van geschrokken reageerde, dus toen dachten we al van, wacht even, dit klopt niet. En ik had er drie, die kwamen uit Tilburg vandaan. Je had er een paar, die kwamen uit Vlissingen, hoorde ik al. Uit Vlissingen, het oosten van Nederland, was echt een gemixte groepje. Dus hebben we eigenlijk iedereen weggestuurd die daar niet woonachtig was. En we vermoeden natuurlijk wel dat daar ergens in die toren wat feestjes aan de gang zullen zijn. Aan de ene kant snap ik het wel, alleen in deze tijden is het gewoon niet toegestaan en niet handig. Dus we moeten er tegen optreden. In dit geval hebben we iedereen weggestuurd, hebben we een rondje gemaakt. Maar ja, verder niet kunnen aantreffen waar het feestje ook is. Dus we gaan nu verder de wijk in. En ze hebben nog mazzel trouwens, of eigenlijk niet, want het is 9:15. Ik zei dat tegen die dames. Hoe ga je dat nou zo doen? Want de avondklok begint over een half uur in dit geval. Nu een kwartiertje.
Ja, daar moesten ze nog even over nadenken. Ik ben benieuwd wat voor oplossing we gaan bedenken. Goedenavond, Erno. Heb je een werkgeversverklaring? Meneer, ik heb alleen net mijn eten opgehaald. Ik was net onderweg van. Leren. Maar jij mag al lang, kijk. Ik heb alles vrijgemaakt voor je. Ik werk bij de... Hebben we zien. Hier even stilstaan. Heb jij een werkgeversverklaring bij je? Oh. Ik hoor wel verderop muziek. Ik hoor daar wel wat meer muziek of zo. Dit is gevaarlijk. Ja, dan is het misschien wel zo verstandig om de achtervolging te staken. Ik heb wel geen kenteken van dat ding. Nee, ik kom er nog niet op in. Ja, maar houdt u het dan alsjeblieft netjes en dan geen gekke toeren uithalen. Het is veel te druk op straat. Ja, maar we gaan niet stoppen. Het is goed als we wel afhalen. Het is te druk, te gevaarlijk. Af, alsjeblieft. Ik zou normaal zeggen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Maar we plakken dit namelijk in één dienst. We hebben net eigenlijk eerder in een video een dienst gedraaid. Ja, dat was meer een wijk- en jeugddienst. Kan ik dat zo noemen? Zeker wel. 21-2. Nee. Ondertussen komen er ook al meldingen binnen. 21-2, Albrechtsplein. Dit is naar Redding gebeurd. Er waren origineel 4 voertuigen bij betrokken, waarvan er nog 2 zijn weggereden. Daar hebben we helemaal niks van. De andere 2 partijen staan daar nog ter plaatse. Wilt u even kijken wat u kunt betekenen voor die mensen? Ja, nagenoeg ter plaatse. Nee, we krijgen gelijk een melding van een aanrijding waarbij deels van de partij weg is. Dus daar gaan we gelijk even kijken. Je kan er misschien al alle meldingen horen. Vandaag of vandaag eigenlijk in dit deel van de video draaien we mee in de noodhulp. Jullie noemen dat DHV, hè? Ja, de DHV. Dus we gaan nu nog een avonddienst draaien in een noodhulp of DHV, hoe ze die in Rotterdam noemen. En we gaan nu eerst naar een locatie waar dus een aanrijding geweest is. Door een aanrijding was dit, hè? Ja. Ja, dat komt goed, hè. Hallo meneer. Alles goed? En Wil je dus registratie maken? Dus jij zet je ook in de auto? Nek, hoofdpijn, weet ik het niet. Hoe is het met jou? Die is nu kapot in het. Wat zei je? Ja, het is auto kapot, hè? Kun je ze nog maken, denk je? Kijk eens, deze is voor jou. Maar de hele week gaat het parkeren. Die andere auto is kapot, ja. Nou, deze doet het nog. Ja. Volg mij dan gaan. Moet je weer aan? Ja. Top. Zo, nou doet hij weer. Lukt dat? Nog geen springen. Ja. En we zijn weer onderweg. We hadden even een melding, zoals ik eerder al zei, van een kleine aanrijding. Het was materieel. Er zouden 4 voertuigen betrokken bij zijn geweest. Helaas waren er nog maar 2 te plaatsen.
In dit geval heeft geholpen met het op weg helpen met het invullen van de formulieren. Dus dat hebben we gedaan. En een van de voertuigen zat een jongeman. 2 jaar was hij? 2 jaar. 2 jaar en die was... Maar viel normaal, hij was niet echt geschrokken. Hij was onder de indruk dat er een aanrijding was. Dus ja, was nog wel lucht onder. Zeker wel. En hij vond de politie interessant. En, dus nou ja, we hebben even zo'n mooie beer gegeven, hè, die we dan tot onze beschikking hebben. En hebben mevrouw even geholpen naar het voertuig iets verder weg te zetten. Zodat het hier wat veilig staat. Dan kan ze daar verder de afhandeling doen met de garage of de verzekering. En dan is het ook verder verzekeringswerk. We noteren wel alles in de systemen, zodat de verzekering dat voor ons of kan navragen als nodig is. Gaan we nu heen? Nou, naar de volgende melding. Heb ik een eenheid die even naar het Kruisplein kan gaan? Daar ligt een mevrouw op straat. 21-02, waar komen jullie vandaan? De Westkruiskade. Westkruiskade. Zit je in de buurt? Ja. 1202. Is het bij het Marriott Hotel vandaag? Is dat daar? Ja. Ja. Verlicht bij het Marriott. Ze wordt net neergelegd. Ging waarschijnlijk weer onderuit. Dag. Wie hoort er allemaal verder bij? Ook in het kader van corona kunnen we iets meer ruimte creëren. Ja? Wat, u hoort erbij? Ja, wat is er hier over dat drempeltje gestruikeld? Oh, ze struikelen, ja? Had u het idee dat ze voor het struikelen onwel wordt of dat niet? Nee, okay. Helemaal niet. Dat is wel even goed om te weten natuurlijk. Ja. Ja. Is gestruikeld over de stoep, is verder niet door onwel worden of iets is dat gebeurd. Gewoon, ja. Ze is wel een beetje buiten de kennis geweest hier. De vrouw zelf is ook verpleegkundige, dus dat is weer het geluk. De vrouw zelf. Zie ik nou goed dat je en mevrouw loopt te filmen terwijl ze op de grond ligt? Ja. Je krijgt van mij sowieso een bekeuring dat je je telefoon vast hebt op de fiets. Ja, dat vind ik netjes van jou, maar ik wil toch jouw identiteit. Ik heb het je duidelijk gemaakt, je gaat geen waarschuwing van mij krijgen. Je krijgt een bekeuring en that's it. Nou, zojuist waren wij dus bij een onwelle mevrouw. Zij was over een stoeptegel heen gestruikeld, was op de gezicht gevallen en heeft daar wat letsel aan overgehouden. Gelukkig was de ambulance snel te plaatsen. Zij is meegenomen naar het Erasmus Medisch Centrum en daar wordt ze verder onderzocht. Gelukkig was mevrouw goed aanspreekbaar, haar vriendin was bij haar. En zij gaan de zorg verder tot hun nemen. No? Enorm veel letsel aan het gezicht. Ja. Het was gewoon vol met het gezicht plat. Vol met tegels gevallen. Gelukkig was er ook een verpleegkundige heel dichtbij. Dus die heeft daar... Ik denk dat ze iets gebroken heeft hier in de kaart. Ik vond het ook wel, hoor. Heftig. Hey, nou zag ik jou net weglopen en die twee heren daar aan de overkant van het ongeval. Wat gebeurde er nou? Dan kon niemand het zien. Vertel het net nu, maar voor de kijker. Ik zag dat die meneer op de fiets aan het filmen was. Ik heb hem verteld dat het voor hetzelfde geval dat zijn moeder of zijn tante of zijn zus of je nicht kon zijn. En ik heb hem verzocht om het filmpje te verwijderen. Daar heeft hij gehoor aan gegeven. En hij heeft een bekeuring van mij ontvangen. Omdat hij zijn telefoon vast had tijdens het fietsen. Oh, hij deed ook tijdens het fietsen gewoon? Ja, hij deed tijdens het fietsen. Gebeurt het, want ik lees dat wel vaak in de media, dat bij zware aanrijdingen en zo, dat heel veel omstanders aan het filmen zijn. Hoe ervaar je dat in Rotterdam? Gebeurt dat veel? Ja, wij merken hier dat als er een ongeval gebeurt, dat heel veel mensen hun camera pakken. En waar komen die filmpjes aan terecht? Want kijk, wij filmen dit nu ook. En wat is dan eigenlijk het verschil dan, denk je? Ja, zij publiceren het vaker op kanalen zoals Snapchat, Telegram en dergelijke. En daar wil je gewoon niet dat je moeder daar terecht komt met haar hoofd onder het bloed. En het verschil is dat als er niet herkenbaar in beeld wil, dan kunnen wij dat altijd nog blurren. En 9 van de 10 gevallen doen zij dat niet. Nee, ze zitten gewoon klakkeloos online, zeg maar. Ja, ja,
baangezichten te melden. Meld voor nu belaagde ex. Veel gegeel, geschreeuw aan de lijn. Verbinding is verbroken. We zitten inmiddels weer in het voertuig en we krijgen alweer de volgende melding. We waren eventjes in het bureau. We hebben namelijk die melding natuurlijk waar we met Prio 1 onderweg gingen. Was een lastige ex, zeg maar. Zo kwam de melding binnen, ze noemen dat. En er is een mishandeling heeft er al plaatsgevonden op straat. En er waren ook kinderen bij. En in dit geval is de verdachte aangehouden. En de mevrouw hebben we even naar het bureau gebracht. En die wordt hier nu een aangifte opgenomen. En dat hebben we het afgehandeld. Daarna hebben we even mutaties gemaakt van die aanrijding en het andere ongevalletje. De volgende melding is een melding op de straat. Er zou gedeeld worden. Volgens melden gebeurt dat ook wel vaker. Dus gaan we even een onderzoekje instellen. We hebben verder geen informatie wat het signalement van persoon is. Dus dat wordt wel lastig onderzoek. Welke is dat er gedeeld wordt? Nou, ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat we daar gaan aantrekken. We waren net op die locatie waar dan mogelijk gedeeld zou worden volgens de melder. We gaan het in ieder geval ook vastleggen in de systemen, zodat het inzichtelijk wordt voor de wijkagent en de collega's die er verder mee moeten in de toekomst. Alleen het lastige in dit geval is ook, melder heeft geen signalementen, alleen maar dat er in haar straat in een portiekje gedeeld zou worden. Nou, er is dus nu helemaal niemand meer in de straat te zien. Dus dat is lastig en het is eigenlijk wel jammer ook als je dit soort meldingen hebt, probeer dan foto's te maken of camerabeelden. Zodat we iets van een signalement hebben of foto's waar we dan mee kunnen werken. Want nu is het echt wel een speld en een hooiberg. Helaas is niks aangetroffen, dus we gaan er eentje doen en dan gaan we het volgen. Nou, we hebben wel een aantal meldingen gehad in Rotterdam West Jan Willem. Ja. Ik ben wel dit is het beste, hè? Ja, dit is het beste. Nou ben ik wel benieuwd wat je van Eenheid Rotterdam en van Rotterdam zelf vindt. De Eenheid Rotterdam, ja die... Dat is misschien niet helemaal eerlijk, hè? Want ik heb natuurlijk, of tenminste, ik heb al vaker al wat diensten in diverse gebieden van de Eenheid Rotterdam gewerkt. Ja. En ik kan wel goed merken dat het een grote eenheid is die heel veel middelen tot hun beschikking hebben. En volgens mij heel professioneel is ook zo. Niet dat andere korps dat niet zijn, maar je merkt gewoon dat het een groot korps is. Ik bedoel, heel veel kunnen ze zelf zelfstandig. Dus dat is gaaf te zien. En de stad Rotterdam, ja, ik moet even denken. Dat vind ik lastig zeggen zo in een tweede dienst. Ik moet wel zeggen, het is echt druk op straat. Het leeft altijd volgens mij. En alle problemen die een grote stad heeft. En ik merk wel, en misschien interpreteer ik het verkeerd, maar er is voor mijn gevoel wel aardig wat armoede hier in dit deel van Rotterdam. Als ik het zo zie. Ja, het is om me heen merk. Zeg dat goed? Of is dat, het wordt ook aangemerkt als een van de achterstandswijken van Nederland. En op zich, als je de auto ziet rondrijden hier in Rotterdam, dan zou je het weer niet zeggen. Maar ik kom vaak met mensen binnen. Ja. En er is vaak de vraag van oké, kunnen we hulp vanuit de gemeente krijgen op financieel vlak. Oh, zo, ja. En wij als politie zijn doen daar in principe niks mee. Mm-hmm. Ja, maar we hebben wel onze ketenpartners en daar kunnen we ze dan naartoe verwijzen. Ja. Nee, dat de gemeente Rotterdam dat professioneel oppakt en die mensen begeleidt daarin. Maar dat viel me dan van. En wat me ook nog opviel, ik had altijd een beetje het beeld. Dat kan ik over goed zeggen. Het zijn natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog heel veel plat gebombardeerd. Ja, klopt. Dus dat het oude stadshart en oudere gebouwen niet echt veel meer aanwezig waren. Maar we reden eerder al, in het begin van de video, door echt wel een heel oud stukje. Maar is dat dan Delfshaven nog? Ja. Of was dat echt? Nee, ja, dat is ook beetje... Delfshaven inderdaad. We merken al in Rotterdam-Zuid dat er heel veel nieuwe gebouwen zijn. Ja. Gebouwen, echte wolkenkrabbers. En in West hebben we dat nog niet. We hebben nog hele mooie oude panden zitten. Veel wat ouder. Nou, dat viel me ook even op. Ik denk, oh ja, dat is, hebben ze dan toch ook nog. Ja, het is dan niet helemaal officieel Rotterdam natuurlijk. Ja, het hoort niet inmiddels bij Rotterdam, maar van oudsher dan weer niet. Dat viel me trouwens ook op. We rijden net eventjes in het centrum deel. Wat ongelooflijk veel motor- en scooter mensen heen en weer rijden. En grotendeels gewoon normaal, maar ook heel veel dat ik denk, jezus, die zijn gewoon alleen maar aan het scheuren en bewust aan het kloten. Dat viel me wel op. Ook al het Porto 2, 3 achtervolgens gehoord van brommetjes en scootertjes, motoren.
die dan over doorgaan met hoge snelheid door zo'n binnenstad. Ja, dat valt me nou wel weer. En dat is een welbekend probleem. Op de Meet en op de Witte de Witstraat ervaren de bewoners, maar ook de horecaondernemers, heel veel overlast van auto's die 10, 12 rondjes rondrijden. Heel veel herrie maken. En dezelfde ook voor de motorrijders. Ja, nou, dat viel wel. Als je zo wegrijdt en zo kijkt, denk ik dat niet. Die andere zat net voorop, hè? Heb je zo'n lege maatwijs bij nu? Geen rijbewijs? Ook niet. Hey, de reden hiervan je opvallen is uw rijgedrag. Je keek al zo zenuwachtig. Bij deze meneer. Wat ik erop was niet. Niet? Ja, hij schrok een beetje toen we langs reden, of niet? Nou, van joh, ik zeg van mijn collega, volgens mij hebben die geen rijbewijs. Nou, dat is nog twee keer bingo ook. Moet je even ook rijbewijs. Hoi, mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. In de langste districtrecessie geweest. Daar gaan de rechercheurs de getuigenverklaring en de aangifte opnemen. Er heeft een woningoverval plaatsgevonden. En wij gaan verder de plaats delict bewaken. We zitten inmiddels weer in het voertuig en wij gaan nu richting terug naar de PD. En zoals je eerder al had kunnen horen, waren we even op het hoofdbureau. Wij moesten namelijk een aangever en een slachtoffer van een woningoverval bij de DR brengen. Die gaan nu verder daar de verklaringen afnemen. Wij gaan nu, ik heb het net al gezegd, terug naar het PD. Daar moet nog PD bewaakt worden en zaken als buurtonderzoek gedaan worden. En de OVD is daar nu samen met de FO, die zijn onderzoek aan het doen. En dan begint het recherchewerk naar deze woningoverval te lopen, om het zo maar te noemen. En ter plaatse hebben we al een verklaring opgenomen van een andere getuige. We gaan straks even verder zien wat er nog meer moet gebeuren. Ja, we zijn inmiddels bijna aan het einde gekomen van deze video inmiddels, Billy. En het was wel, zo zie je maar hoeveel schriftelijk werk er zo achter het scherm bij de politie aan toe gaat. Want we kregen deze melding om 5 uur, zo'n beetje, vijf al uur 6. Ja, het is nu al volgens mij 11:30. 11:30, lieg ik nu. Nee, ik lieg. Het is 11:00. Het is 11:00 en dus we hebben in al die tijd natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, PD bewaken. Nou, de getuigen zijn aangegeven richting bureau brengen. En uiteindelijk moesten we ook zelf terug naar het bureau en hebben we hier 2 uur lang alles op papier zitten verwerken en tikken, dus dat hoort er dus ook allemaal bij. We zijn op het einde gekomen van de vlog. Wil jij hem afsluiten? Heb je nog wat te zeggen? Like het, deel het. Oké, zo gelukkig niet. Like het, deel het. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan en tot in de zomer weer, denk ik. De zomer gaat nog een keer doen? Zeker weten. Wat is in de zomer heel veel anders in dit gebied dan... Ik hoop dat de maatregelen wat versoepeld zijn. Ja, dat ook. En dan dat de horeca open is. Nou, we hebben een geweldig horecagebied in het centrum van Rotterdam. Uh-huh. Zoals je hebt gezien is dat maar een paar minuten rijden. Dus die kunnen we sowieso gaan bezoeken. En het is veel drukker en veel levendiger hier op straat. Ja, ik vond het nu ook al best druk en levendig, maar dan is het nog druk en levendig. Zie het maar straks in de zomer hoe het hier naartoe gaat. Oké, nou, ik ben benieuwd. Hou ik je aan. Dan ga ik jullie weer bedanken voor het kijken. Zoals net zei, like dan even en abonneer en zie je bij de volgende video. Later!